Wat is mijn top 10 hulpmiddelen bij autisme? Hallo allemaal, ik ben Mariska en in deze video ga ik vertellen welke hulpmiddelen ik allemaal gebruik voor mijn autisme. Nou moet ik zeggen dat sommige hulpmiddelen in deze lijst niet specifiek zijn gemaakt voor mensen met autisme. Maar ja, ik zet ze wel graag in en mij helpen ze. Dus ja, wie weet heb jij er ook wat aan. Mijn geïsoleerde oortjes. Dit zijn mijn geïsoleerde oortjes als ik muziek wil luisteren. En ik moet zeggen dat ik ze tegenwoordig iets minder kan gebruiken, want ik heb een nieuwe mobiele telefoon en die heeft dus geen hoofdtelefoonaansluiting meer. En deze moet daar dus op. Maar op het moment dat ik zeg maar in het vliegtuig ga reizen of in het verleden veel in de trein zat, heb ik deze heel erg veel gebruikt. Het zijn gewoon oortjes om muziek mee te luisteren, maar ze zijn eigenlijk voor de muziekindustrie gemaakt. Ze waren ook best wel prijzig. En het fijn is dat het dus eigenlijk oordopjes zijn waarmee je muziek kunt luisteren. Dus ze isoleren. En dat is gewoon heel erg fijn, want ik heb gemerkt dat in het vliegtuig, ja, je hoort natuurlijk altijd de motoren best wel veel geluid maken. En bij gewone oortjes heb ik dan de neiging om de muziek harder te zetten, omdat ik het anders niet goed hoor. En met deze oortjes hoeft dat dus niet, want ja, de ruimtelijke geluiden worden al wat gedempt. Dus hoef ik de muziek ook zeg maar minder hard te zetten. Dus het is eigenlijk een beetje zoals een noise cancelling koptelefoon, maar ja, die heeft natuurlijk een actieve noise cancelling functie. Deze dempt eigenlijk gewoon. Ja, ik heb er heel veel plezier aan gehad en ik wil ook even kijken of ik iets kan vinden. Bijvoorbeeld een Bluetooth zender of zo, die ik hierop kan zetten. Waardoor ik hem wel weer op mijn nieuwe mobiele telefoon kan gebruiken. Want in de toekomst, in het vliegtuig, wil ik ze echt wel weer heel graag inzetten. Ik denk dat het wel voor zich spreekt waarom ik deze oortjes graag in het openbaar vervoer of vliegtuig gebruik. Want ja, je zit tussen de mensen en dat betekent natuurlijk veel prikkels. Ik heb ook echt wel gehad een keer dat er in het vliegtuig voor mij 2 kinderen waren die echt wel heel erg druk waren. Waardoor ik echt zo ontzettend blij was dat ik deze oortjes kon gebruiken. Want ik had de rest van de vlucht gewoon heel weinig last. Dus voor mij zijn ze ook echt een lifesaver. Mijn vaatwasser. Ik heb best wel vaak de opmerking gekregen van waarom heb je in vredesnaam een vaatwasser nodig als je alleen woont? Ja, ik moet zeggen dat ik er echt heel erg blij mee ben. Het is een mini vaatwasser. En ik zou hem echt niet meer uit mijn huis willen hebben. Dit is voor mij echt een lifesaver. Want het is gewoon zo dat als ik oververmoeid ben, als alles me even te veel is, dan zie ik gewoon als eerste aan opstapelende vaat dat het gewoon minder goed met mij gaat. Want ja, daar heb ik dan gewoon geen energie voor. En ja, dan gaat het opstapelen en dan wordt het steeds meer. En ja, dan wordt ook zeg maar de stap om aan de vaat te beginnen steeds groter. En met een vaatwasser zijn er gewoon kleine momentjes gedurende de dag dat ik dus bij spullen in de vaatwasser zet. En op een gegeven moment is die vol en hoef ik hem alleen maar aan te zetten. En het uitruimen, ja, dat vind ik juist heel erg leuk. Ik bedoel, alles is dan lekker blinkend schoon, dus dan kan ik het uitruimen. Ja, en dat geeft juist weer een voldaan gevoel. Dus ja, vandaar dat deze vaatwasser mij gewoon heel erg helpt. Mijn draadloze stilstofzuiger. Ja, dit is Dyson. Ik ben echt heel erg blij met deze stofzuiger. Dit is namelijk een stofzuiger zonder snoer. Hij heeft dus een accu. En deze is gewoon zo fijn. Ik kan hem zo uit de kast pakken alsof het een kruimeldief is. En ja, dat zorgt er voor mij gewoon dat ik vaker de stofzuiger pak. Misschien ken je het gevoel wel dat je denkt van ik moet eigenlijk gewoon echt wel stofzuigen vandaag. Maar ja, de stofzuiger staat in de kast. Je moet het snoer uitrollen. Nou, al dat gedoe, ja, dat kan gewoon echt ontzettend, ja, als een drempel voelen. Alsof dat heel veel werk is. Ja, het is misschien voor sommige mensen echt onzin. Maar ja, voor mij werkt dat zo. Ik ken echt meerdere mensen met autisme waarvoor dat werkt. Vandaar dat dit echt heel handig is. Ik ken zelfs iemand die zo'n soort stofzuiger in de woonkamer heeft hangen. Want het helpt haar gewoon echt om hem te pakken. Dus zelfs als die in een kast hangt, kan het ook al net een stap te ver zijn om te gaan stofzuigen. Ja, ik vind hem echt ontzettend fijn. Ja, het was wel een wat duurdere aankoop, maar ik heb hem in de uitverkoop gekocht. En het is ook een wat ouder model, waardoor die minder duur was. En vooral met huisdieren is het gewoon belangrijk om toch wel dagelijks of om de dag te stofzuigen. Mijn slaaprol. Ja, dit is mijn slaaprol. Misschien heb je zoiets al wel eens eerder gezien. Maar voor mij is dit echt wel een uitkomst met slapen. Ja, het is niet iets wat echt helemaal voor mensen met autisme gemaakt is. Het is gewoon heel erg handig als je bijvoorbeeld last hebt van je lichaam, van je rug, van je nek. Of als je het gewoon fijn vindt om een beetje ja, zo lekker comfortabel ergens tegenaan te liggen en iets vast te grijpen. Dan is dit gewoon echt wel een uitkomst. Als je zo'n rol in bed hebt liggen en je ligt er gewoon helemaal omheen gewikkeld. Ja, volgens mij maakt dan ook dat knuffelhormoon aan. Ja, en dat geeft je dus ook een geluksgevoel. Het ontspant voor mij gewoon heel erg. Mijn lichaam ligt in een goede houding. Dus voor mijn nachtrust is dit echt een uitkomst. Ja, en als ik nou op vakantie ga, ben ik niet altijd in de gelegenheid om deze mee te nemen. Ja, hij gaat gewoon wat moeilijker mee in het vliegtuig. Maar meestal zijn op vakantie wel wat andere dingen die ik kan gebruiken om hetzelfde effect te creëren. En in hotels, als ik bijvoorbeeld een kamer voor mezelf heb, dan pak ik meestal het kussen zeg maar, van nou ja, de slaapplek naast me. Die stop ik dan bijvoorbeeld ja, tussen mijn armen of tussen mijn knieën. En je kunt natuurlijk ook een handdoek in een rolletje rollen en die dan bijvoorbeeld tussen je knieën doen. Mijn oordopjes op maat. Als het gaat om het hebben van een goede nachtrust, ja, dan willen we natuurlijk niet te veel geluiden horen. En ik ben ook wel iemand die erg gevoelig is voor geluiden. Ik kan er ook niet goed tegen als ik bijvoorbeeld muziek hoor of nog gepraat of geluiden van buiten. En ja, als het dan een moment is dat dat gewoon even wat erg is, dan kan ik deze oordopjes op maat indoen. Ja, en deze heb ik bij een audicien op maat laten maken. Dan doen ze zeg maar, spuiten ze een soort van pasta in je oor om hem, ja, om zeg maar een malletje te maken. En dan kunnen ze deze dus helemaal naar je oor vormen. En er is dus ook een linker en een rechter oordopje die je in kunt doen. En tot nu toe is dit echt hetgene wat bij mij de beste demping heeft gegeven. Natuurlijk, je hoort altijd wel iets. Het is ook wel belangrijk om bijvoorbeeld je, ja, de rookmelders in huis te kunnen blijven horen. Maar ik moet echt zeggen dat het voor mij een, ja, echt een verbetering is. Ik neem ze ook mee op vakantie. Als ik dan bijvoorbeeld naast iemand slaap, ja, dan hoor ik dus ook niet meer dat er iemand zich naast mij omkeert. Ja, dat vind ik gewoon echt wel een voordeel. Of als je in een complex zit waar live muziek is 's avonds en je wilt vroeg naar bed. Ja, dan doe ik ze gewoon in en dat helpt mij heel erg. Het is wel even wennen hoe je ze indoet. Het is herrie buiten. Ik heb ze nu nodig. Het is wel even wennen hoe je ze indoet, want ze zijn natuurlijk op maat. Maar als je dat eenmaal weet, ja, dan kan ik ze wel vrij snel indoen. Nou ja, dan ziet het er ongeveer zo uit. Ik zie weer eens niet wat ik zelf doe natuurlijk. Nou ja. En eruit halen. Ja, dat is ook even wennen, maar hoppa, eruit. Dat scheelt ook weer. Ja, het voordeel van oordopjes die helemaal naar je oor gevormd zijn, is natuurlijk dat ze ja, de uitstekende demping hebben, want er komt eigenlijk gewoon niks meer langs. En ja, ze zijn ook een stuk comfortabeler. Ik heb bij andere oordopjes gehad, die zeg maar niet op maat waren, dat ik ze toch voelde zitten. En ja, deze steken ook niet zo uit, dus je kunt gewoon rustig op je zij liggen, zonder dat dat heel erg vervelend gaat voelen. Deze oordopjes zijn van het merk Pluggers. Ik heb er ook zo'n mooi hoesje bij gekregen, waardoor ik ze dus makkelijk mee kan nemen ergens naartoe. En ja, ik ben er dus heel erg blij mee. Mijn auto. Nou, zoals jullie kunnen zien zit ik op dit moment in mijn auto. En mijn auto is echt wel een hulpmiddel wat ik niet meer zou willen missen. Ja, er zijn echt wel tijden geweest dat ik dacht van ja, ik kan ook wel dingen met de fiets en het OV doen. En natuurlijk, ik kan nog steeds wel met het OV als ik zou willen. Het gaat mij op zich best wel goed af. Alleen, het kost me ook wel heel veel energie. In het openbaar vervoer zit je natuurlijk altijd wel met andere mensen, met prikkels. En ja, een eerste klas kaartje kan zeker wel helpen. Maar ja, dat kost wel weer meer geld. En als ik zo met de auto aan het rijden ben, dan is dat voor mij gewoon een eerste klas kaartje. Mijn auto brengt mij van A naar B. Ik hoef niet meer op een bus te wachten. Ik hoef niet meer over te stappen. En het geeft me ook wel een veiliger gevoel als ik bijvoorbeeld 's avonds ergens vandaan kom of nog ergens naartoe ga. Natuurlijk kost autorijden maar ook wel een hoop energie. Ik moet me op de weg concentreren. Vooral langere ritten vind ik best wel vermoeiend. Maar toch vergeleken met tussen allemaal mensen zitten in het openbaar vervoer, vind ik de auto gewoon echt heel erg fijn. En ook dankzij de auto kan ik ook het vrijwilligerswerk doen wat ik nu doe. Waarvoor ik dus ook wel naar Arnhem rijd en omgeving. En ook voor ja, mijn sociale netwerk is mijn auto gewoon echt mijn maatje geworden. Mijn bullet journal. Zoals je misschien wel weet kan het met autisme echt wel lastig zijn om balans te houden. Ja, ik vind heel veel dingen leuk om te doen. Ik hou van uitjes. Ik vind het leuk om vrijwilligerswerk te doen. Er is echt van alles wat ik allemaal wel zou willen doen. Ik zou allerlei mensen wel willen zien. Alleen ja, het kost ook allemaal energie. En in deze bullet journal hou ik dus bij wat ik allemaal doe. Ik zet hier to-do lists in. Ik heb hier mijn agenda in staan. Ik heb een maandplanner. Ik heb een jaarplanners erin staan. En ook nog gewoon een weekplanner. Dat is hoe dat allemaal met een bullet journal werkt. En ja, dit systeem dat blijkt dus voor mij heel goed te werken. En ik zorg dus ook echt voor dat ik per week een x-aantal afspraken heb. Ik probeer eigenlijk maximaal 2 dingen in de week te plannen, omdat het anders voor mij gewoon te veel wordt. Ja, dat lukt niet altijd, maar ja, hiermee kan ik wel overzicht houden. Dus ik kan dus ook goed zien van nou, welke afspraken heb ik gepland. Als ik bijvoorbeeld meerdere afspraken heb, zijn er dan bijvoorbeeld afspraken bij die wat minder veel van me vergen, zodat het wel kan. Ja, het is voor mij echt wel iets wat mij... wat eigenlijk kan voorkomen dat ik oververmoeid raak. En ik vind het ook fijn dat je dus per dag to-do-lists kunt opschrijven. En dan vink ik ook gewoon af als ik iets gedaan heb. Het geeft me dan ook weer voldoening. Het geeft me overzicht. Ik kan de dag ervoor al gaan plannen van nou, wat ga ik morgen doen. Dat zorgt dus ook voor dat ik als de dag begint niet met mijn handen in het haar zit. Zo van ja, wat ga ik vandaag doen? Want het staat hier gewoon in. En ja, natuurlijk kan het ook wel zijn dat ik soms dingen moet verplaatsen, dat ik geen energie heb. En ook daarvoor is dit systeem goed, want je kunt dan dus bepaalde taken verplaatsen naar een andere dag. Ja, mocht je meer willen weten over de bullet journal, dan zal ik een blogartikel wat ik eerder heb geschreven delen onder deze video. Dan kun je erover lezen. Wie weet maak ik in de toekomst ook nog wel een video over het bijhouden van een bullet journal. Maar voor nu kun je dus naar dat artikel toe. Als er iets is wat voor mij echt onmisbaar is als ik naar buiten ga, dan is het mijn zonnebril. Ja, zoals jullie zien is er geen zon. Het is zelfs een beetje miezerig. Maar voor mij is dit alsnog te licht om zonder zonnebril te wandelen. Dus het is echt wel heel vaak dat ik op pad ga met zonnebril. Ik moet hem ook echt altijd bij me hebben. Want anders krijg ik gewoon echt last van mijn ogen. Als ik zonder zonnebril naar buiten ga en het is echt te fel, dan... Ja, bij felle zon knijp ik mijn ogen ook gewoon bijna helemaal dicht. Ik kan gewoon echt niet meer kijken. En ik heb ook wel gehad dat ik te vaak naar de lucht staarde. En dat ik gewoon echt migraineklachten kreeg. Dus vandaar dat het zo essentieel is. En vooral in de auto, je moet toch wat zien natuurlijk. En zo bij wandelen, ik zou nu nog wel terug kunnen keren. Maar ik heb ook echt wel gehad dat ik mij vergist had. Dat ik hem dus niet meegenomen had. En dat de zon in één keer ging schijnen. Ja, dan is de lol er voor mij wel af. Mijn antidepressiva. Wat mij echt heel erg helpt in het leven is mijn antidepressiva. En ik wil hier wel even een disclaimer mee maken. Ik zeg erbij dat het mij helpt bij mijn autisme. Ik wil niet zeggen dat iedereen het maar moet gaan gebruiken. Want ja, het blijft natuurlijk wel best wel heftige medicatie. Ik vind het ook echt wel troep als ik eerlijk ben. Maar ja, deze troep, om het maar zo te noemen, helpt mij dusdanig in het leven dat ik het wel neem. Ik merk namelijk dat sinds ik antidepressiva gebruik, dat ik een stuk rustiger ben geworden. Ik heb veel minder last van bepaalde dwanggedachten die ik voorheen wel had. Ik kan dingen gewoon beter loslaten. Ja, het betekent dus ook dat ik goede gedachten eerder los kan laten, dat ik dus vergeetachtiger ben. Maar ja, het helpt mij ook bijvoorbeeld tegen angst en paniek. En daar had ik voorheen veel meer last van. En ik heb eigenlijk in mijn leven alles wel geprobeerd om daarvan af te komen. Om beter met die dwanggedachten om te gaan. Ik kwam op een gegeven moment gewoon op een punt dat ik dacht van ja, ik weet gewoon echt niet meer wat voor behandeling ik nog moet gaan doen. Ja, om stappen te kunnen zetten hierin. En ik was echt ook wel jaren tegen antidepressiva. Ik wilde alles zelf doen. Ik wilde niks slikken. En uiteindelijk ben ik er toch aan begonnen, een beetje uit wanhoop. En ik ben echt ontzettend blij dat ik dat gedaan heb. Want het helpt mij gewoon ontzettend. Ik ben echt gewoon een vrolijker, stabieler persoon geworden. Ja, en dan nu komt natuurlijk de nummer 1. En deze is met stip, want dat is Sera. Ja, Sera is natuurlijk geen voorwerp. Sera is een huisdier, mijn lieve Franse hangoor. En misschien denk je van ja, hoe kan dat nou weer een hulpmiddel zijn? Ja, voor mij is Sera toch wel een soort van support animal. Sera kan mij echt tot rust brengen. Als ik ergens verdriet over heb of van slag door ben, Dan kan ik dus tegen Sera aankruipen op de grond en dan voel ik mezelf gewoon rustiger worden. Ja, Sera houdt mij heel erg in het hier en nu. Ik kan met haar lachen. Ik kan gewoon, als ik verdrietig ben, met haar zijn en me vrolijker gaan voelen. Sera is gewoon echt mijn maatje en ik zou echt niet zonder haar willen. En natuurlijk weet ik dat er een moment gaat komen dat Sera niet meer in mijn leven is. Maar voor nu geniet ik echt dagelijks intens van haar gezelschap. Mogelijk herken je jezelf er wel in dat je een huisdier hebt waarbij je gewoon, lekker helemaal jezelf kunt zijn, je goed kunt voelen. Dat echt jouw vriendje is en jouw nummer 1. En ja, waarschijnlijk is dat ook voor veel mensen zonder autisme zo. Maar ik denk juist als je autisme hebt, als je al gewoon soms moeite hebt met het communiceren met andere mensen, met het oppikken van bepaalde signalen, dat juist een huisdier extra belangrijk is. Juist omdat de dieren zo, zij zeggen gewoon, ze geven gewoon heel duidelijk aan of ze iets wel of niet leuk vinden. Ik bedoel, Sera die huppelt gewoon weg als ze iets niet fijn vindt. Als ik bijvoorbeeld aan haar staartje zit, dat vindt ze niet fijn. En dat is voor mij gewoon heel prettig. Ja, verder, ze maakt ook niet zoveel geluid. Ik vind het gewoon ideaal. Beter dan een mens. Ja. Nou, ik hoop dat jullie wat aan deze video hebben en dat je misschien ook wel leuke ideeën hebt opgedaan. En ik ben ook wel heel erg benieuwd naar de hulpstukken die jullie allemaal gebruiken voor je autisme. Dus deel ze gerust onder deze video. Ik vind het altijd leuk om de comments te lezen. Dus bij deze. En dan bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!